kandidaten en vanwege COVID-19 richt ik me nu tot de camera. Geachte dames en heren thuis, familieleden, vrienden en anderszins, ook van harte welkom en van harte welkom namens Maastricht University en voornamelijk onze faculteit, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. Vandaag, of deze zitting, het is een zitting, is speciaal en deze zitting is vanuit de examencommissie en het is een speciale zitting omdat het enige doel is het uitreiken van de diploma's. In deze zitting delen we 25 bachelor gezondheidswetenschappen diploma's uit. Binnen de bachelor hebben we 5 richtingen. En de kandidaten die hier in deze collegezaal zitten, hebben de richting biologie en gezondheid gekozen. Dus alle kandidaten hebben deze richting, die krijgen daar een diploma van deze richting. Goed, ik ben Nienke de Jong, ik ben de voorzitter van de examencommissie en ik wil graag deze zitting officieel openen. Geopend, hij is geopend en dan wil ik graag het woord geven aan dokter Oenema en zij is de programmadirecteur van de Bachelor Gezondheidswetenschappen. Dankjewel, Nienke. Beste kandidaten. Wat fijn om jullie vandaag op deze hele bijzondere dag hier in de zaal te zien. Het is een hele bijzondere situatie waarin we ons bevinden, maar wij vanuit UM en vanuit de Faculty of Health Medicine and Life Sciences zijn heel blij dat we toch de mogelijkheid hebben om jullie in levende lijven het diploma uit te reiken. Ik ben Anke Oenema en als coördinator van de Bachelor Gezondheidswetenschappen heet ik jullie ook van harte welkom bij deze diploma-uitreiking. En ook van harte welkom aan de mensen die op afstand mee zitten te kijken of te luisteren. Het is een eer om als programmaleider van deze bacheloropleiding jullie kort te mogen toespreken en ook als een van de eersten te mogen feliciteren met het behalen van jullie diploma. Want een dag als deze, waarop diploma's mogen worden uitgereikt, is niet alleen een bijzondere dag voor jullie, de bijna bachelor afgestudeerden, maar ook voor ons, docenten en opleiders. Want dit is waar we het eigenlijk allemaal voor doen. Het opleiden van studenten die met succes de opleiding voltooien en een diploma krijgen. En we zijn dan ook heel erg trots op jullie, dat jullie erin zijn geslaagd om het hele traject af te leggen en vandaag het diploma in ontvangst mogen nemen. Het is heel belangrijk om daar ook even goed bij stil te staan en voor zover mogelijk in de huidige situatie ook dit heugelijke feit nog een klein beetje te vieren, ook al is het maar in een hele kleine kring straks. Want het is heel erg belangrijk, en dat is ook belangrijk voor de toekomst, successen moet je vieren en dat moet je niet vergeten. En daarom is het ook juist heel belangrijk om vandaag bij deze mijlpaal stil te staan. Want inmiddels zijn jullie al lang weer bezig met allerlei andere dingen. Een masteropleiding, een tussenjaar, een baan. En in de waan van de dag zou je al bijna vergeten dat je toch een diploma hebt behaald. Dus vandaar deze ceremonie is daarbij heel belangrijk. Denk nog even terug aan hoe je ruim 3 jaar geleden, of voor sommigen misschien nog wat langer geleden, begon aan het eerste jaar van de bacheloropleiding met het blok Een leven lang gezond. Weet je dat nog? En hoe je er toen bij zat, alles nieuw, nog niks wetend over hoe het hier in Maastricht in zijn werk gaat. En kijk hoe je er nu bij zit en hoe je jezelf hebt ontwikkeld in de afgelopen jaren. Door het kiezen van een richting, de richting biologie en gezondheid hebben jullie allemaal gekozen. Voor de minorvakken die je hebt gekozen in jaar 3. En voor het kiezen van je scriptieonderwerp, waar je in het laatste gedeelte van de bacheloropleiding je mee bezig hebt gehouden. Met al die keuzes die jij hebt gemaakt, heb je je eigen unieke opleidingsprofiel samengesteld. En heb je een hele belangrijke basis gelegd voor je toekomstige carrière. Ik hoop dat jullie tijdens de opleiding nog meer geïnspireerd zijn geraakt om een bijdrage te leveren aan het uitdagende veld van gezondheidswetenschappen. En voor jullie dan specifiek de tak biologie en gezondheid daarbinnen.
Want afstudeerders of bachelors in de gezondheidswetenschappen zijn heel erg belangrijk om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar wij tegenwoordig tegenaan lopen op het terrein van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg. En zeker ook in de huidige tijd, waarin COVID-19 gerelateerde zaken niet van de lucht zijn, blijkt ook maar weer eens duidelijk welke bijdrage vanuit de gezondheidswetenschappen kan worden geleverd aan het hoofd bieden aan de problematiek daar. Gezondheidswetenschappen is een heel erg breed en divers veld en jullie hebben je al verder gespecialiseerd in de richting biologie en gezondheid, maar ook daarbinnen zijn nog ontzettend veel keuzemogelijkheden. En we zullen straks zien, als jullie naar voren lopen om je diploma in ontvangst te nemen, dan wordt er een foto van jullie getoond en ook de titel van jullie scriptieonderwerp. Dus aan al die scriptieonderwerpen waar jullie aan gewerkt hebben, dat geeft ook een heel goed beeld van hoe breed en divers dit veld is. Maar er is ook wel één samenbindende factor. Want alles wat jullie hebben gedaan, ook in jullie scriptieonderzoek, gaat altijd over concreet en relevant wetenschappelijk onderzoek met een duidelijke link richting gezondheid, het verbeteren van gezondheid, het onderzoeken welke factoren bijdragen aan een goede gezondheid of juist aan ziekte en wat er voor nodig zou zijn om gezondheid te verbeteren of zorgsystemen te verbeteren. Nou, daar hebben jullie je allemaal in bekwaamd in de afgelopen 3 jaar. En vandaag dus het moment om een diploma in ontvangst te nemen. Is het nou de moeite waard om af te studeren als bachelor in de gezondheidswetenschappen? Het antwoord daarop is volmondig ja. Het is zeker heel relevant en de moeite waard om daarin af te studeren. En ook het bachelordiploma is zeker heel belangrijk. Het is een tussenstap naar een vervolgcarrière, naar een masteropleiding bijvoorbeeld en dan naar naar het werkveld. Maar ook dat bachelordiploma, dat heb je nodig om die vervolgstappen te nemen. Dus daarom is ook zeker je bachelordiploma een belangrijke mijlpaal. Er is ook genoeg werk voor gezondheidswetenschappers, want er is nogal wat gaande in het veld van gezondheidswetenschappelijk onderzoek en in de gezondheidszorg. Iedere dag lezen we over uitdagingen die op dat terrein plaatsvinden op televisie, op internet en in de krant. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing van de bevolking en de uitdaging die dat met zich meebrengt rondom organisatie van de gezondheidszorg. Maar ook vraagstukken rondom hoe word je nou gezond oud? Nou, vanuit biologie en gezondheid weten jullie daar ook het nodige van. De ongezonde leefgewoontes die nog steeds heel veel voorkomen. Hoe kunnen we daar nou verandering in brengen? Mentale gezondheidsproblemen die al steeds op jongere leeftijd voorkomen en ook vooral bij jongeren al een belangrijke tol eisen. Kunnen we daar een oplossing voor vinden? De al maar oplopende kosten in de gezondheidszorg. Dus zo zijn er ontzettend veel uitdagingen die in de toekomst goede oplossingen vereisen. Om dat soort uitdagingen adequaat aan te kunnen gaan, zijn goed gekwalificeerde wetenschappers heel erg hard nodig. En jullie zijn van die goed gekwalificeerde gezondheidswetenschappers. Daarom zijn wij ook heel erg blij om vandaag weer zo'n mooie lichting studenten af te kunnen leveren. Ja, zo zeggen wij dat van hier bij de universiteit. Maar jullie het diploma te kunnen geven in ieder geval. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken dat je ervoor gekozen hebt om in Maastricht je studie te doen. Want gezondheidswetenschappers hebben we nodig in Nederland, maar we zijn natuurlijk heel erg blij dat we ook gezondheidswetenschappers uit Maastricht in het veld sturen. Tot slot wil ik jullie en ook de familie en vrienden die op afstand mee zitten te kijken alvast heel hartelijk feliciteren met je behaalde diploma. En ik wens jullie nog een hele fijne dag en alle goeds voor de toekomst. Dank jullie wel. Ja, dank dokter Oenema, programmadirecteur van de Bachelor Gezondheidswetenschappen. Ik wil graag nu het woord geven aan dokter Renes. En hij is de richtingscoördinator van biologie en gezondheid. Beste afgestudeerden.
Allereerst van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal. En uiteraard betrek ik bij deze felicitatie ook jullie vrienden, partners en familie, al hier verbonden via de livestream. Ik zwaai even. Wees trots op deze mensen. Met een enkeling van jullie heb ik samengewerkt. Niet waar, Nora? En ik moet ook zeggen, het merendeel van het werk met jullie werd gedaan door tutoren, practicumcoördinatoren en blokcoördinatoren. Waarbij ik dan weer een oogje in het zeil hield. Maar dat alles maakt mij natuurlijk niet minder trots op jullie. En op wat jullie bereikt hebben. Want je hebt een bachelor in de pocket. De eerste universitaire graad die je kunt behalen. En ook al is het misschien maar een bachelor. Vergeet niet dat dit diploma je toegang geeft tot de masteropleiding, waarin je wellicht al zit. En wellicht in de toekomst ook een promotieplaats. Of wellicht heb je gekozen voor het bedrijfsleven. Dat is allemaal mogelijk met dit diploma. Dit diploma is dus de eerste belangrijke stap en dus zeker geen reden voor een eventuele bagatellisering. Helemaal niet, omdat jullie dit hebben voor elkaar gebokst in een periode die omgeven is door allerlei lastige coronabeperkingen. Jullie hebben doorgezet, jullie hebben de studie afgerond, waarvoor chapeau. De richting biologie en gezondheid. Hij was breed, soms heel breed. Jullie weten het nodige over cellen, over het afweersysteem, over eiwitten, hoeveel moet je er eten, hoe werken ze, het bewegingsapparaat, de farmacologie, ja, ik kan nog wel even doorgaan. In de minor heb je in de keuken gekeken van andere vakken of zelfs andere richtingen. En in je stage / thesisperiode heb je ook verdiept in een bepaald onderwerp. Maar ook dat was nog steeds redelijk breed. Is dat erg? Ik denk het niet. Helemaal niet zelfs. Stel je even voor, je zou een tandartsopleiding of een dierenartsopleiding hebben gevolgd. Niks ten kwade van deze beroepen, fantastische beroepen. Maar je zou na 5 jaar tot de conclusie komen van, het is het toch net niet. Wat dan? Kijk ik naar mezelf, ik ben 25 jaar geleden opgeleid als medisch bioloog. En ik heb gewerkt in de celbiologie, de kankerbiologie, de microbiologie, de obesitas. En ik ben in deze universiteit langzaam in het onderwijs gerold, wat ik nu met veel plezier en succes mag doen. Kortom, specialistisch, niet specialistisch opgeleid zijn, houdt je werkveld wel zo flexibel. En dat is wel zo handig om jezelf te blijven motiveren. En wat motivatie betreft, er gaat ook heel veel op jullie pad komen. En belangrijk is dan dat je jezelf de vraag stelt, wat wil ik? En die vraag kun je op 3 manieren stellen. Neem even mee, wat wil ik? Wat wil ik? En de laatste is, je kunt er wel invullen, wat wil ik? Oftewel, wat vind ik echt leuk en waar wil ik echt voor gaan? Dat zijn de belangrijke vragen. Heb je dit duidelijk? Dan gaat het ook lukken. En laat je daarbij niet gek maken. Het leven is geen red race. Er zijn allerlei banen voorhanden op allerlei niveaus. En van een topsalarisbaan word je niet per definitie gelukkig. Het vinden van werk wat je echt interessant vindt en waar je energie van krijgt is vele malen belangrijker. No worries, de banenmarkt in de biologie en gezondheidsrichting is goed. En weet je het nog niet helemaal zeker of ben je nog niet helemaal to the point dat je zegt van dat gaat het worden? Weet dan dat er heel wat BGZ alumni zijn die je graag willen helpen. Kijk bijvoorbeeld LinkedIn of benader een professional, je kunt mij altijd benaderen. Om eens verder te praten over eventuele toekomst. En als je eenmaal wat verder in je alumnusperiode bent, wees dan ook bereid om de nieuwe lichting studenten te helpen, want dat hebben we hard nodig. Tot slot, ik wens jullie allemaal nogmaals een hele fijne dag. Ik wil jullie nogmaals heel hartelijk feliciteren en het gaat jullie allemaal heel erg goed. Dankjewel. Ja, dank dokter Renes, richtingscoördinator van de richting Biologie en Gezondheid. We gaan nu starten met de officiële uitreiking. En ik ga de procedure uitleggen, maar voordat ik dat doe, wil ik graag Lieve van Woerden
voorstellen. Zij studeert hier de bachelor gezondheidswetenschappen en is voorzitter van de studievereniging MSV Santé. Ja? En waarom doe ik dat? Want als ik nu straks een naam noem, dan is het zaak om naar beneden te komen. Met het mondmasker op, even deze kant of die kant. En dan tijdens het naar beneden lopen leest Lieve de tekst op die jullie zelf, hè, dus die de kandidaten zelf hebben aangeleverd. Ja? Op het scherm laten we ook de dia's zien en daar kan een foto op staan of niet. En daarnaast, zoals gezegd al, daar staat de titel van de bachelorscriptie naast of op. Dus dat is het geval. Het kan ook zijn dat kandidaten niks hebben ingeleverd. Nou, en dan wordt er een felicitatie gegeven. Ja, woordelijk. Goed, we gaan even naar de procedure hier kijken. Het parcours. Dus even kijken. Dus naar beneden lopen. Even dit zo, dan praat het wat makkelijker. Naar beneden. Hier liggen de diploma's. Ze liggen op volgorde, maar check even, is dat de juiste? Nou, ik heb hier even een lege. Dan is het zaak om even zo te staan, een beetje die kant, want ik sta daar en daar is de camera, dus zeg 45 graden. Dan wacht je op de tekst dat die afgelopen is. Ik feliciteer je en je loopt door. Punt 2, dat is hier, is de foto, het fotomoment. Daar mag het kapje van af, dat hou je even vast. Misschien achter de diploma of iets dergelijks. Je doet het kapje weer op. Je krijgt een roos van dokter Renes. En dan loop je weer terug naar de plaats. Duidelijk? Goed. Hier, deze plaats, is belangrijk. Even je richten tot de camera. Tot de familieleden thuis en vrienden enzovoort. Ja? Goed. Heb ik alles genoemd? Ja, prima. Dan gaan we starten. En we starten... Even kijken, ik ga even op het knopje drukken hier. Laura Alkema. Drie jaar lang ontkende ze dat ze een nerd was, maar nu komt ze er nooit meer onder dat imago uit. Ze is dit jaar gestart met de Master Health Food Innovation Management in Venlo en ze hoopt later terecht te komen in het bedrijfsleven. Ja, dat is je eigen tekst, hè, of niet? Ja, nee, goed. Nee, dat we dat even in de smiezen hebben. Van harte gefeliciteerd. Het diploma. En dan naar de banner graag. Voor de foto. Floor Bartels. Beste medestudenten, ze wilt jullie bedanken voor de leuke momenten die ze met jullie beleefd heeft en de fijne samenwerkingen tijdens de groepsopdrachten. Haar plan voor de nabije toekomst is om haar werk als bron- en contactonderzoeker voor te zetten en aankomend academisch jaar de Master Health Education and Promotion te gaan starten. Van harte gefeliciteerd. Nadine Bekkers. Ze kijkt terug naar een leuke en gezellige tijd in Maastricht. Daarnaast is ze trots op het behalen van haar diploma en ze is benieuwd naar wat de toekomst voor haar in petto heeft. Nou, je was nog niet eens beneden, hè?
Maar goed, ik zou zeggen, pak het diploma, van harte gefeliciteerd. En dan even een moment daar, dus dat we dat niet vergeten. Ja, prima. Chloe van den Broek. Haar motto is: het leven is een groot feest, maar je moet wel zelfs de slingers ophangen. Op deze manier heeft ze haar bachelor gezondheidswetenschappen gehaald en hopelijk sneept ze zelf ook snel ook haar master Health Food Innovation Management binnen. Oh, niet allemaal pakken. Van harte gefeliciteerd. Ja. Sophie Kuipers. Na 3 jaar hard werken is ze ontzettend blij met haar bachelordiploma en kijkt daarmee terug op een paar mooie jaren in Maastricht. Momenteel is ze met ontzettend veel plezier bezig aan een master arts klinisch onderzoeker in Maastricht. Ja, van harte gefeliciteerd. Lieke van den Einde. Voor de minor is Lieke naar Denemarken gegaan. Dit is een superleuke en goede ervaring geweest voor haar. De internationale contacten waren zeer verrijkend, waar ze ook goede vriendschappen aan over heeft gehouden. Door haar passie in sporten is ze de master bewegingswetenschappen gaan studeren en hoopt ze anderen te begeleiden in hun gezondheid. Gefeliciteerd. Kelly Heigelen. Tijdens haar scriptieperiode is ze betrokken geweest bij het onderzoek naar de antilichamenrespons van COVID-19, waarbij ze nu nog meehelpt om dit te publiceren. Verder zal ze het komende jaar op de afdeling medische microbiologie te vinden zijn, waarna ze volgend jaar hopelijk mag starten met een master ACO of Drug Development and Neurohealth. Keer je ook nog even naar de camera. Van harte gefeliciteerd. Ja. Tommy Claire Ayala Hoelen. Ze wil graag haar docenten bedanken in het ondersteunen van haar studie. Ze hadden oog voor de totale persoon en konden haar optimaal motiveren om zodanig een groei te bewerkstelligen. Tevens wil ze haar familie en vriend bedanken voor alle liefde en ondersteuning.
Van harte gefeliciteerd. Eva Huiting. Eva heeft genoten van haar tijd in het zonnige zuiden. Ze is trots op het behalen van haar diploma en de lerarenbevoegdheid. Dit jaar hoopt ze haar master te halen en wat ze daarna gaat doen is nog onbekend. Nou, je bent er net, maar goed, het is ook zo'n grote zaal. Dus even een moment hier voor de camera. Ja, goed, gefeliciteerd. Heb je de goede? Ja, prima. Nou ja, je mag het ook ophouden, maar goed, dat is aan jezelf. Titia Jekel. Vooral de biologie-specialisatie in het tweede jaar paste heel goed bij haar. Het hoogtepunt van haar studie was de minor in Engeland. Hier heeft ze veel internationale vrienden aan overgehouden. Nu is ze begonnen met de biomedische master en blijft ze genieten van de mooie dingen in het leven. Familie, vrienden, sport, surfen en muziek maken. God, het is een hele route, hè, van bovenaf. Ja, we maken maar even een praatje zo, hè. Ja. Goed, nou, gefeliciteerd. Ja. Lotte van der Loo. Al snel tijdens de studie werd duidelijk dat Lotte geïnteresseerd was in biologisch en specifiek immunologisch processen van het lichaam. Het urine-experiment is haar het meest bijgebleven, evenals de ontstaande vriendschap met Anne van der Marel. Lotte is van plan in medisch onderzoek te eindigen en bij te dragen aan immunotherapie. Van harte gefeliciteerd. Anne van der Marel. Gedurende de studie vond Anne het heel leuk om samen met vrienden af te spreken, in de bakery chocolademelk te drinken en af en toe naar de kinderboerderij te gaan om de geiten te voeren. Nu studeert ze biomedische wetenschap in Maastricht met goede vriendin Lotte van der Loo, die ook vandaag afstudeert. Ja, van harte gefeliciteerd. Nora El Moussaoui.
Ze wil graag haar allerliefste ouders bedanken voor de onvoorwaardelijke steun. Van harte gefeliciteerd. Dank Maud Pelkmans. Ze wil graag haar ouders, zusje en vriend bedanken voor alle support tijdens haar studie. Ze is nog niet klaar in Maastricht en is nu begonnen aan de Master Global Health. Van harte gefeliciteerd. Carleen Pietersma. Ze hoopt dat de herinneringen aan haar studietijd haar net zo lang blij zullen blijven als de afbetaling van al haar studieschuld. Dat gezegd hebbende, houdoe en bedankt. Houdoe en bedankt, ja. Nou, van harte gefeliciteerd. Isabel Sanders. Voor altijd Herman gerelateerde PTSD als ze het woord mol hoort. Maar verder wel voor 4 maanden naar Engeland geweest en haar 3 beste vriendinnen leren kennen. So you could say it was worth it. Ook jij komt van helemaal boven. Dus, maar goed, je bent er. Van harte gefeliciteerd. En... Gebruik de camera even. Nou, daar, die zwarte. Zie je dat? Helemaal achteraan, dat bolletje. Zie je? Ja. Esther Schouwenaar. Van Zeeland naar Maastricht, naar Finland en weer terug. Wat een reis. Mooie herinneringen en vriendschappen die zijn ontstaan, waarbij ook Noordelijk Europa goed is verkend. Koken is haar grote passie. Dit hoopt ze later te kunnen combineren met de kennis van een Master Health Food Innovation Management. Hoe? Nog geen idee, maar bedankt voor de leuke tijd. Van harte gefeliciteerd. Nesta Schuller. Ten eerste is ze heel trots met het behalen van haar diploma. Ten tweede heeft ze veel zin in de toekomst waarin ze lichaamsbeweging wilt aanbieden aan mensen die het nodig hebben. Ten slotte
vindt ze werken zeker belangrijk, maar ze gaat vooral zingen, lachen en genieten van het leven. Nou, mooi. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, goed zo. Laurens Timmers. Laurens heeft naast GWBGZ ook haar tweede graads lerarenbevoegdheid biologie behaald door middel van de educatieve minor. Hierbij heeft ze met veel plezier een jaar lang wekelijks lesgegeven op een middelbare school. Laurens wil verder met wetenschappelijk onderzoek op klinisch gebied en is daarom bezig met de master arts klinisch onderzoeker. Van harte gefeliciteerd. Fabienne Eurlings. Hoewel de bachelor gezondheidswetenschappen haar uitstelgedrag en koffieverslaving naar een heel nieuw level heeft gebracht, kijkt ze terug op een leuke tijd in Maastricht met mooie vriendschappen. Ze is blij met het behalen van haar diploma en ze is momenteel bezig met de Master Healthcare Policy, Innovation and Management. Nou, ook jij komt van ver, van harte gefeliciteerd. Neem even tijd voor de camera en nou, gelukwens. Nienke Vollebrecht. Ze heeft een aantal leuke jaren aan de UM gehad, met als hoogtepunt de Erasmus in Finland. Veel geleerd en een paar hele lieve vriendinnen aan overgehouden. Ja. Nou, dat nu, is... Ja, ga je verder? Nu is ze begonnen aan een master biomedische wetenschappen in Groningen. Goed, nou, je hebt al oefening gehad. Exercise, hè, of niet? Dat denk ik. Nou, ik zeg pak je diploma. Van harte gefeliciteerd. Even keren naar de camera. Ja. Janneke Walen. Haar favoriete herinnering aan haar bachelor zijn de geweldige vriendinnen die ze heeft leren kennen en een minor. Ze ging hiermee naar de Arctic University of Norway in Tromsø, waar ze een prachtige tijd heeft gehad met interessante vakken en prachtige landschappen en noorderlicht. Janneke is begonnen aan de master biomedische wetenschappen. Van harte gefeliciteerd.
Vera Veda. Als Hagenees kwam Vera naar Maastricht om GW te studeren. Maastricht is zo goed bevallen dat ze is doorgegaan met een Master Biomedical Sciences aan de UM om hopelijk later een biomedische onderzoekster te worden. In het buitenland het liefst. De leukste herinnering aan GW was het studeren in Tromsø, Noorwegen, voor de minorperiode. Van harte gefeliciteerd. Nikki Wijnands. Ze wilde jullie graag bedanken voor de 3 fijne jaren waarin mooie vriendschappen zijn ontstaan. Ze is op dit moment bezig met de Master Human Movement Sciences, waarmee ze uiteindelijk hoopt terecht te komen in het toegepast onderzoek om op deze manier anderen te helpen met hun fysieke prestatie. Van harte gefeliciteerd. Als laatste kandidaat Evi Winter. Ze wil graag datgene bedanken dat haar door de bachelor heen heeft gesleept. Namelijk koffie, alcohol en stuvia's. Oh, oké. Okay. Van harte gefeliciteerd. Ja? Dan zijn we nu aangekomen tot het einde, maar voordat we deze sessie beëindigen, wil ik graag de voorzitter van de studievereniging Santé het woord geven om nog iets te zeggen. Ja. Beste studenten hier in de zaal en familie en vrienden die via de livestream meekijken. Allereerst wil ik jullie nogmaals hartelijk feliciteren met het behalen van jullie bachelordiploma. Zoals net al gezegd door Nienke ben ik Lieve. Ik ben de voorzitter van MSW Santé, de studievereniging van gezondheidswetenschappen. En ook namens de gehele studievereniging wil ik jullie hartelijk feliciteren. Want het behalen van die bachelordiploma, dat is niet niks. 3, 4 of 5 jaar geleden kozen jullie allemaal deze opleiding die wat jullie pad richting de toekomst zou worden. Een pad vol met uitdagingen, maar vooral ook een pad wat heel erg leuk en leerzaam is. Jullie hebben allemaal een eigen invulling gegeven aan deze jaren en na keihard werken heeft dat jullie geleid tot hier met eindelijk dat papiertje. Die keuze voor gezondheidswetenschappen zal vast niet makkelijk geweest zijn voor iedereen. Velen van jullie kwamen waarschijnlijk van de middelbare school en waren gewend dat alle keuzes voor jullie werden gemaakt zonder dat je daar echt over na hoefde te denken. En nu moesten jullie opeens zelf die keuze maken. Dat is best een opgave. En dan heb je eindelijk die keuze gemaakt wat je wil gaan studeren en dan moet je ook nog gaan kiezen waar je jezelf dat dan het beste ziet doen. Nou ja, die keuze voor Maastricht was voor velen misschien voor de hand liggend, vertrouwd in het Zuid-Limburg en bij je ouders kunnen blijven wonen. En voor anderen was die keuze iets ingewikkelder en lagen er een paar rivieren tussenin. Maar uiteindelijk zijn jullie allemaal hier geëindigd. En naast de kennis over de gezondheidszorg en gezondheid in het algemeen die jullie hebben opgedaan tijdens deze studie, hebben jullie nog iets anders hieraan overgehouden.
Jullie hebben nieuwe mensen leren kennen en misschien wel vriendschappen voor het leven gemaakt. Vele avondjes stappen, feestjes en ook de volgende ochtend weer in de collegezaal met een kater. Nou, nu zitten jullie hier ook voor mij in de collegezaal, hopelijk zonder kater, maar in plaats van daarvan met jullie diploma. Er zijn weer nieuwe keuzes die gemaakt moeten worden door jullie. En ik wens jullie heel veel plezier en succes met die keuzes en ook alles wat die keuzes met zich meebrengen. Geniet ervan. Maar vergeet niet om af en toe ook even terug te denken aan deze tijd in Maastricht. En voor de mensen die nog even geen afscheid kunnen nemen van deze mooie stad, hopelijk zie ik jullie snel eens bij een activiteit van Santé. Dankjewel. Goed, dan zijn we, ja, dank lieve. Goed, dan zijn we nu aangekomen, nu echt bij het eind. Maar voordat ik officieel ga afsluiten, heb ik nog wat opmerkingen of mededelingen. De eerste mededeling is, check het diploma. Dat hoeft niet nu, maar even de naam checken, de datum enzovoort. En zit er nou een fout in, stuur de examencommissie een e-mail. Na deze sessie volgt een fotomoment hier in de collegezaal. Even wat foto's. We gaan even 3 foto's maken. En ongeveer binnen 3 weken krijg je een e-mail van het alumni office met een link. En die link leidt je dan naar die foto's. Na deze sessie is het eigenlijk naar buiten gaan. Dus de collegezaal uit. En je weer uitschrijven bij de receptie UNS 40. Ja? Goed, dan wil ik nogmaals iedereen hier in de zaal van harte feliciteren. En ook nog even richten naar de camera. Familie, vrienden, iedereen die is ingeschakeld op het net Maastricht nu even. Van harte gefeliciteerd en fijn dat u online was. Een fijne dag toegewenst, want ik wil het nu afsluiten. En als ik het afsluit, dan is de verbinding verbroken. Dus niet dat u schrikt van, die verbinding is niet goed. Nee, dan is het helemaal afgesloten. Dus vanaf deze plek een fijne dag en ik sluit het officieel. Nou, dan gaan we nu naar het fotomoment.